Ik vroeg aan Sjaak Veeken van Let's Do It Kids wat er zoal aan milieuactiviteiten aan bod komt vandaag. Nou, heel veel. We gaan met de kinderen aan de slag om voorlichting te geven over zwerfafval. En dat doen we door een aantal gastlessen te introduceren. Voor de hele school? Voor de hele school. Voor de kleine kinderen hebben we een theater met het thema. Kabouter CBD's houdt het bos zo schoon. Die gaat met de kleine kinderen een leuke show doen en ze de waarde vertellen van een schone omgeving. Historische vraag. Hoe oud is de glasbak? De glasbak, die kennen jullie allemaal, hè? Staat waar? Hoe oud is de glasbak? Ongeveer 40 jaar, ongeveer 100 jaar of al minstens 200 jaar. Het antwoord is A. We gaan dan met de andere kinderen gaan we gastlessen doen. Kinderen krijgen lessen over het belang van het terugwinnen van grondstoffen. En ze krijgen lessen over de plastic soep. Hoe ontstaat die? En wat doet die aan de voedselketen in de zee? Is het voor jullie ook een beetje leuk? Of is het nu al klaar? Dan af en toe moeten jullie ze maar helpen met het goede antwoord. Je zag, het ging niet helemaal goed. Vraag! Let op. Zee. Ja, voor jullie twee. Stel je voor, er ligt veel zwerfafval op de plein en in de speeltuin waar je graag speelt. Wat kun je hieraan doen? Antwoord A. Je kunt een opschoonactie organiseren waarbij je met buurtbewoners en vrienden je omgeving helemaal schoonmaakt. Antwoord B. Je kunt de gemeente melden op welke plaats het zwerfafval ligt. En ik ben de gemeente te melden. Antwoord C, zowel A als B kan. Ring erop! Ik kan het niet. Het goede antwoord is wel C. Die staat hier rood, die staat in twee. Die hoor je niet van de uiteindelijk een winnaar. Er is er één heeft er gewonnen en dat is groep 8. Ja!